Een groep Syrische Koerden rijdt gisteren voormiddag uit Leuven na het vieren van Nevroes, een Persisch feest, luid toeterend door de Turkse buurten van Heusden-Zolder en Houthalen. Het was duidelijke provocatie. We zijn de middag al begonnen, maar niemand had verwacht dat dat zo, ook zo ging escaleren. In de namiddag escaleert de situatie. Autoruiten sneuvelen, vlaggen worden in brand gestoken en mensen vechten. In Houthalen zien buurbewoners hoe het huis van een Syrisch-Koerdisch gezin belaagd wordt. Ik was gisteren hier, ik was even buiten sigaretten aan het roken en dan hoorde ik ineens een vrouw eigenlijk schreeuwen. En dan werd er de raam ingeslagen en iets daarna kwam er een hele grote groep eigenlijk voor het huis en begon ze te roepen en begon ze met van alles te smijten naar het huis toe. Op een bepaald moment herkennen ze blijkbaar een aantal van de auto's die voor die woning geparkeerd staan. En dan zijn ze stenen beginnen oprapen en hebben ze de ramen en eigenlijk heel de auto's gemolesteerd. Er zijn uiteindelijk verschillende korpsen, een helikopter en een waterkanon nodig om de gemeenschappen uit elkaar te houden. 6 mensen raken gewond, 1 iemand daarvan ligt nog in het ziekenhuis. 1 relschopper wordt bestuurlijk aangehouden. In samenspraak met het parket worden nu al de beelden van bodycams, camera's langs de wegen, informatie verzameld. Ze doen ook om te kijken of er strafrechtelijke feiten zijn die door het parket kunnen vervolgd worden. Ik denk dat we namiddag in gesprek gaan met de voorzitters van de moskeeën om daar kalmte te bewaren. Zij zullen ook bij het gebed prediken voor de verzoening die vandaag ook geldt ter tijde van Ramadan. Ik denk dat dat belangrijk is, dat we die rust bewaren in de gemeenschap. We moeten samenleven hier allemaal, weet je dat? U ook, ik ook, de rest allemaal ook. We moeten dat niet ruzie maken hier. Er is absoluut geen concrete dreiging. Wij zien dat wel vaker, dat bij dergelijke incidenten die sociale media misbruikt worden door mensen om daar van alle informatie op te zetten. Heel veel desinformatie, zaken die niet kloppen en die daar handig gebruik van willen maken. Nogmaals, dat is strafbaar. Wij als politie zullen dat ook screenen, zullen dat ook opvolgen. Als we kunnen overgaan tot identificaties, zullen we daar ook de nodige processen verbalen voor opstellen richting het parket.